Dit zijn de kasseien van de meest gevreesde strook van de hel, het bos van Wallers. Hier breekt Parijs-Roubaix vaak open. Vandaag niet, al zijn het wel de hele grote die hun spierballen laten rollen. Cancellara rijdt op kop, Tombonen neemt over. Zij zijn alweer sterk, zij leiden het peloton door en uit het bos. De duivels van de hel hebben het gemunt op Stijn de Volder. Hoeveel pech kan een mens hebben? Vlak na het bos rijdt de Volder lek. Hij keert nog één keer terug. De koers blijft al lange tijd gesloten. We gaan naar de kaap van de 200 kilometer. Drie renners blijven over van een vroege vlucht. Zij worden opgeraapt door de grote kanonnen die zich beginnen roeren. Cancellara rijdt een beetje weg. Cancellara rijdt een beetje weg. Bonen heeft dat gezien en schuift in. Cancellara met Bonen aan het wiel. Voilà! En dan is het Fletcher zeker die er naartoe wil. Ja. Toch niet van hier al met twee, hè? Boe. Maak het nog wat boeiend, hè, kerels? Jongens. De twee grote rijden nog niet weg. Het blijft opletten geblazen. Maar Bonen kan zijn benen niet stilhouden. En Bonen. Oh. Plots is Bonen daar alleen. Laat ze nu maar eens komen. En nu, meneer Cancellara. Nu is dat nu, hè? Cancellara komt en Bonen gaat opnieuw. Bonen gaat door nu eens goed uitdunnen. Dit is echt razendsnel, hoor. Maar kijk nu naar Cancellara. Hè. Kijk in het kantje. Op en over Fletcher. Cancellara dicht het gat. Bonen tikt zijn grote concurrent geruststellend op de schouder. Hey, we zijn alweer goed vandaag. En ook Leukemans en Hoste zijn goed. Zij vallen aan op 50 kilometer van de streep. In het groepje Bonen-Cancellara valt het even stil. Bonen neemt de tijd om te eten en te drinken. Rechts van hem rijdt Cancellara. En 100 meter verder gebeurt dit. Cancellara op kousenvoeten. Op het moment dat Bonen een klein beetje aan het indommelen was achteraan, gaat Cancellara daar als een stoomtrein weg. En kijk naar dat omwentelingsritme. Oeh, la. Balen, we have a problem. Tom. Cancellara vliegt naar voren en komt heel snel bij Hoste en Leukemans aansluiten. Voor Bonen is het dan alles of niks. Bonen nu vol. Maar wel alweer vol met het initiatief op zijn dak. Nu die inspanning die hij levert, heeft Cancellara ook geleverd. En hij gaat vol door. Leukemans moet tussen zijn kader geplooid zitten om naar dat wiel van Cancellara te gaan. Oef. Leukemans moet eruit. Oei, daar is het al gedaan. En als je nu parkeert, dan is het verhaal geschreven. Daar gaat de tank. Daar gaat de pletwals. En nu, jongens? En nu? Nu is het vooral met veel bewondering naar deze Cancellara kijken. Een betere metafoor is er niet. Als een TGV stormt hij alleen naar Roubaix. Het groepje achtervolgers met onder andere Bonen, Fletcher, Hoste, Leukemans, Pozzato en Hushovd. Geen kleine jongens bijt hun tanden stuk op Cancellara. Ver voor de streep begint het feestje al bij de Zwitser. En daar is ook alweer het engeltje dat geluk brengt in de hel. En dan wacht de velodroom. Daar is hij. Het doet een beetje denken aan het verzonken vroeger. Een held op een fiets. Fabian Cancellara. Het woord is nog niet gevallen. Spartacus. En wij die dachten dat gladiatoren mano a mano streden. Man tegen man. Nee. Hij heeft alle leeuwen opgevreten lang voor de piste van Roubaix. Cancellara wordt straks tot keizer gekroond. Keizer van dit voorjaar. Op 2 minuten wordt Thor Hushovd tweede na een sprintje met Fletcher. En even later moet Bonen de duimen leggen voor Hammond. Bonen wordt 5e, Leukemans 6e, Hoste 8e. Maar in topsport telt alleen maar winnen. En dat deed dit Zwitsers fenomeen.